maar hun training. Al terug? Die trainingen duren precies hoe langer, hoe korter. Ah, Pascalke, voor mij een dagschotel. En rap, want ik ben uitgedroogd. Paul heeft ons afgejakkerd dat niet schoon is. Allee, ik hoor het al. Dat wordt weer geen vette vanavond. Maar nee, hij overdrijft. Je bent een bende krabbenstokers. Allee, je loopt dapper een uurtje te trainen en je tong hangt op je schoenen. Ah ja, het is daarom dat we ermee gestopt zijn, omdat we overstrijkelden. Nou, voor één keer, mannen, ben ik het hier eens mee, onze voorzitter. Merci, papa. Uw conditie trekt op niks, hè. Nou wel, dat is dan aan u om daar iets aan te doen. Jij bent toch de trainer, hè? Ho, Doortje, ho. Hem niet aanmoedigen, het is al erg genoeg. Oh ja, luister, ja, maar mannen, als ik u zou trainen zoals het moet. Oh, wel, waarom traint je ze niet zoals het moet, hè? Wie weet winnen we dan een keer. Ja. Winnen? Zo'n ploeg wandelende kapstokken. Ja. Oh. Stef mag het proberen. Stef? Welke Stef? Stef? Ja. Die wordt toch mijn vervanger als trainer? Ga je weg? Maar, nee, Mark, dat is alleen maar voor die stage, hè? Voor die stage? Ja. De Stef zit toch met mij op die trainersopleiding en voor die stage gaan wij nu mekaars ploegen trainen. Ja, maar alles, moet dat? Dat is maar voor eventjes. En gunt mij ook eens iets. Okay. Allee dan, ander en beter, hè? Ja. Jij gaat mij nog missen, ja. Ja. Stef is gewoon om een topploeg te trainen, jongens. De Beukers, die winnen al hun matchen. Als de Stef hier hetzelfde resultaat haalt, dan moeten we misschien weer redden. Wacht maar, ja. Je gaat hier nog wat meemaken. Je zult trap een toontje lager zingen. Ze zijn er mee, joh. Ja. Valt u ook al arm aan, hè? Mm-hmm. Pasta freschi, tagliatelle bianco e verde, con olio picante, e insalata freschi. Dus dat is de saltimbocca alla romana, de groene en de witte en pasta, en vers gestonden groentjes. Zeg het nog een keer in het Italiaans, dat klinkt dat picante. Wat de beste toch doen is, heeft al zo weinig tijd met hun opening gehad. Ik zal een keer terugkomen op haar sluitingsdag. Ah, dat is service, hè? Dat is service. Oh, dank u wel, bella poupa. Prima. Moet maar. Ja, daar gaat een vroege flauwte slag mee krijgen, de bal. Bella? Jawel, met dat familiaire gedoe, hè, die iedereen heeft, dat knooi, maat. Ik ben een mensenkender, hè, Freddy. Ik weet direct wat voor vlees dat ik in de kuip heb. Het verbaast me dat hij u zo ongestraft laat doen, hè. Bij mij? Ik heb het u toch nog gezegd. Alle vrouwen vallen voor de bal. Ah, ja, hè. Ja, je hebt dat of je hebt dat niet, natuurlijk. C'est ça. En ik heb dat. En nooit beticht geweest voor ongewenste insinuaties? Nou, Freddy, als ik het u zeg, zij vallen bij, lastig. Vroeg of laat in het vlaggen bal, daar gaan we lachen, zeg. Bon appetito. Vals gelijkens. Maar gasten, sluit eens wat aan van achter kap. Ja, mannen, Udi, volgen, kap. Gast, even kort rond die kegel, heel kort. Ja, die is Stef. Dat is geen missen, hè? Nee. Moest dat mijn kinesist zijn, ik ging alle dagen. Pas maar op dat Maurice dat niet hoort. Maar ik moet zeggen, die nieuwe trainer die weet hoe dat hem ons mannen moet aanpakken, hè? Stagetrainer, Bieke. Dat is maar voor even, hè. Ja, ja. En wat je nu ziet, dat zijn nog maar opwarmingen. Ja, ja, maar ik heb ze toch nog nooit zo gemotiveerd weten opwarmen. Ja, ja, wacht maar tot hem uit zijn krammen schiet. We persen er nog een rondje uit. Laat eens zien wat je kunt. Je heet niet voor niets de kampioenen. Ja, maar dat is maar een naam, hè. Je moet ons daar echt niet op pakken trainen. Stef, voor de vrienden. Ah, Stef. Van al dat lopen krijg ik dorst. Wel, voor ieder rondje dat jij loopt, krijg je straks een pint. Jij ze mijn maat, Stef. Oh, hey, oh. Heb je het opgegeven? Groot gelijk, jong. Die mannen zijn hopeloos. Oh, ik dacht dat die Stef een tikken op het aantrek was, maar dat valt goed mee, ze. Wacht maar. Oké, Melk is genoeg gelopen. We gaan wat op doel trappen. Xavier, nu goal. Nou, Stef. Mogen wij niet nog een paar rondjes lopen? Ik heb nog maar twee pintjes verdiend. Je kunt er nog meer verdienen. Per bal dat jij tegenhoudt, krijg je een pint. En dan dat die krijgen een pint, per bal dat ze niet schotten. Ja. Maar Merk, je maakt het hem veel te gemakkelijk, hè. Ja, hè. Nog eentje, Xavier. Hé, hey, Stef. Dat zijn al vier pintjes, hè. Nu heb ik u door. Jij doet dat expres. Je mikt goed, maar je mikt verkeerd. Ja, ik mik op de Xavier, hè. Ja, 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 ja. Daar kunnen we aan werken. Jij blijft nog even straks. Ja? Oké. Okay. Xavier.
Je hebt je best gedaan. Ja. Gaan we naar het café een pintje halen. Merci, trainer. De anderen kunnen nog wat pintjes verdienen met een paar rondjes te lopen. Kap. Allee, zeg. Op die manier gaan die trainingen nog opbrengen. Ja, Paul. Daar kun jij nog wat van leren, hè? Ja, dat is een andere aanpak, hè. Dat is meer individueel. Dat gaat werken, hè. Die Stef, hè, dat is echt een goede zaak voor de ploeg. En zo'n charmante meneer. Ja. Ja. En dat ja. Pascalke, voor mij een dagschotel of vier, maar je mag ze één voor één geven. Maar... Geduld, Xavier. Eerst die twee gentlemen hier. En heren, wat mag het zijn? Twee glaasjes rode wijn en een poco d'informazione, per favore. Ah, hier zeg. Het twee zotte. Hé, lachen of mijn vriend Roberto wordt molto, molto broed, hè? Capis? Oei, oei, oei. Ah, oh, oei, oei. Zeg, ik kan doen een bina in mini broekje, wat is goed. Ik snap je. Hier zijn de twee wijntjes. En wat moesten de heren weten? Wij zoeken senior Boma. Hoe weten we waar senior Boma is? Ja, waarom heb je hem nodig? Oh nee, we kunnen spreken, hè? Is dat big secret? Jomo, jomo, is het de big de secret? Si. Potver, potver. Zeg, als jij Italianen bent, dan ben ik de paus van Rome. Maar wel de paus die dorst heeft, hè. Pascalke, waar is mijn dagschotel? Hola. Nee, lachen met ons, hè. Waarom moet lachen met ons, hè? Ja, zeg. Jij doet het die zo komiek, hè. Roberto, Andriano, we hebben die stupido's niet nodig om senior Boma te vinden. Allee, voilà. Als u hem ziet, zeg dan dat hij ons mag verwachten. Giovanni. En Roberto. Meer moet gaan niet weten. Salukes. Chakes. Jammer, jammer, jammer. Wat kwamen die hier eigenlijk doen? Er moet hier ergens een verborgen camera verstopt zitten. Dat kan toch niet anders? Toen Xavier zei dat hij het in zijn broek deed, was bij mij ook bijna van. Wacht hier maar eventjes, hè. Ja, meneer Boma zal niet lang meer wegblijven. Maar u bent molto, molto vriendelijk, hè. U kent een nieuwe wereld, hè. U bent een signore met een grande elegantie. Oh, si, si, grande intelligentie. Ja, ik ken geen Italiaans, maar dat heb ik verstaan, hè. Bedankt voor il complimenta. Wilt u iets drinken? Si, si, Roberto, ik heb wel grande dorsa. Si, 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 si. Flaske water? Misschien cognac? Oh, de heren willen cognac. De heren krijgen cognac. Ja, meneer Boma, die heeft de beste cognac in huis. En hij haalt hem alleen maar boven voor speciale gelegenheden. Oh, maar dit is een speciale gelegenheid, hè? Ah ja. Allee, ja, ik wil mij daar nu niet mee moeien, hè, maar waarvoor komen jullie eigenlijk? Hm? Is dat voor zaken? Voor zijn worst? Nee, niet voor zijn worst, hè. Ah, voor wat dan wel? Eerst drinken, salut. Salut, zijn al weg? Nou, salut. Oh, salut, ja. Meneer Boma komt erbij. En salut. Wat is dat hier voor de carnaval? Signor Boma, wij willen spreken met u. Very important. Zie, zie, en het gaat niet over zaken. Hè? Het gaat over onze zuster, la bella Mariella. Oh, het gaat over een vrouw. Ik had het kunnen denken, hè. Ik heb mijn moeder niet. Kom, maak dat je wegkomt. Kom, ga stopzaken, kom. Heel beleefd blijven, hè. U behandelt de senor met respect, hoor. Zie, capris. Zeg, maar Dietrich, ben je hier een beetje komen bedreigen in mijn eigen villa? U hebt hetzelfde gedaan met onze wedloze zuster. U hebt haar beledigd. Oh, nee. Onthaard. Onthaard? Nou, onteerd. Oh, jezus, schelp! Maar zeg, hey, nou, ik weet niet over wat dat die man... Ik ken uw zuster niet. Senor Boma, u bent een leukenaar. Ja, een vrouwenzot. Amelia, wat wil je van mij? Wij willen... Gerechtigheid. Hoe zal met onze zuster trouwen? Of anders. Mark, de goal, de goal. Ja? Een bal. Ja? De focus duurt niet tegen de eerste, oké? Okay? Ja, hoeveel? Ja, ietsje hoger nog, ietsje hoger. Pak dat smurfje, dat blauwe smurfje, ziet er dat hangen daar. Goed, hè? Met dat wit ding daar zo, allee, vooruit. 1, 2. Ja!
Goedemiddag. Goed, jongen. Hoe? Ja. Allee, nu dat aapje. Zie je dat aapje hangen? Vooruit. Geef er niet zo lappen. Kom, jongen. Weg. Ja. Goed, jongen. Dat ezeltje, dat zult u wel kennen, hè, een ezeltje. Ja. Allee, nu die met zijn snorkjes. Ja. En nu een teddy. Ah, goed werk. Ja. Ja. Nou, dit ook hier, dit ook van boven, even uit. Ja, in twee. Ja. Ja. Kom maar. Oh, mijn blusse beestje langs van mijn arme zieke kindjes. Dat zijn allemaal om zeep. En mijn antiek. Oh, ik ben geruïneerd. Oei, ik dacht dat jij dat had buiten gezet voor het groot vuil. Man, man, man. Miserie, miserie, miserie. Ah, Freddy, kopijn. Jij moet mij helpen. Die pies is niet dringend. Een spieken? Nee, ik kan geen pizza meer zien. Zeg het niet. Ik krijg nog twee Italianen over de vloer, hè. En die beweren dat ik een zuster heb onteerd. Oei. Ja, maar ik weet niet over wie dat ze het hebben, hè. En ze zeggen dat je moet mee trouwen. Of... Ai. Maar dat is serieus, maat. Dat is heel serieus, hè. Trap een Italiaan niet op zijn teentjes, hè. Of het is van dat, hè. Van wat? Ah, wel vandaan. Die mannen, die lachen er niet mee, hè, Bouw. Een onteerde zuster, hè. Dat is wel het ergste wat ze kunnen hebben. Maar ik heb niks gedaan, hè. Ja, dat kun jij wel zeggen. Hè? Jij die altijd achter de vrouwtjes achteraan zit. Hè? Weet je nog, over een tijd in dat Italiaanse restaurant met die kruts op die poep, voor die mannen is dat genoeg, Bouw. Zo'n onnozel tikske. Ja. Ik heb zelf gezien hoe onschuldig dat was, zeg. Jij bent bij de getuige. Getuigen? Tegen Italianen? Ikke? Nee. Wie weet, wat heb jij op dat toilet uitgestoken? Ja, ik ben geen toilet. Freddy, luister, ik ben politiebescherming. Die mannen zijn dangereus. Ik lag daar niet mee, hoor. Maar die mannen ook niet, Bouw. Heb je zo geen goed adres in het buitenland, hè? Waar dat je 2 jaar kunt onderduiken. Wat nodig zijn, denk je? Ja, als je niet wilt trouwen, is de kans groot dat je het einde van het jaar niet haalt, hè, maar... Enfin, als vriend en burgemeester zal ik voor een heel schoon begrafenis zorgen, hè? Ik kun er nog niet aan, hè, Freddy. Maar blijf er dan af, hè, Bouw. Er zit niks anders op dan trouwen, vriend. Is dat het enige dat je mij kunt zeggen? We weten wat je kunt doen. Je begint met een verlovingsfeest. Gaat je mij op kosten jagen? Ja, een feestje meer of minder, dat zal niet op aankomen, hè, Bouw. Verloven, dat staat gelijk met schuldbekend. Je moet het zien aanpakken, Balken. Een Italiaan die is gesteld op goede manieren. Ja. Dus als je nu op die hele grote, chique verlovingsfeest het varken uithangt, dan moeten ze misschien niet meer hebben. Dat is misschien een goed gedacht, bij gedacht. Maar nu weer niet overdrijven, hè, Bouw. Want dat is dus op je verlovingsfeest al van dag, hè. Voilà. En al van dag, hè. Zo galant. Allee, dat houden we niet voor mogelijk, hè. Die Italianen die weten tenminste hoe dat ze een vrouw moeten charmeren. Mop. Heeft zij het nu over die 2 clowns die we vandaag hebben gezien, of wat? Ja, maar dat zal wel, hè. Die hadden het toch over Signor Boma. Ja. Zeg, en waarvoor hadden ze hem nu nodig, Carmen? Om te beginnen, dat waren geen 2 clowns. Ja. En om verder te gaan, het ging over een heel serieuze zaak. Very importante. Amai, uw Italiaans is al even goed als dat van die... Toe, ik ga er nog wel lachen met mij ook, ja. Maar leek, Carmen, dat jij daar nu nog intrapt. Dat waren toch geen echte? Ja, wel. Toch wel. Oh, wie zou zich niet uitgeven voor een Italiaan? Ja, dat vragen wij ons ook al. Ja. Allee, wat kwamen die nu eigenlijk doen? Ja, wel, die kwamen meneer Boma zeggen dat hij een zuster onteerd had en dat hij ermee moet trouwen. Boma trouwen? Ja. Boma, die trouwt van zijn leven niet. Ziet je wel dat een grap is? Oh, jij noemt dat een grap? Oh, hij deed in zijn broek van de schrik. Ja, ik... Dat was ook voor de grap zeker. Oh. Hey, amai, al terug van de training. Huh? Oh. Ons mannen die staan nog altijd op het veld. Ja, dat heb ik gezien. Dat zal een dik tegenvallen. Zeg, en hoe was het bij de beukers? Oh. Fantastisch, hè? Dat was niet te geloven. Dat was schitterend gewoon. Het feit alleen al dat ik hier zo rap terug ben, ja, dat zegt toch genoeg, hè? Oh, ja. Wat zegt dat dan? Je verliest daar geen tijd met stom gezever, ja. Die waren al bezig toen ik eraan kwam. Omdat jij te laat waart, hè? Nee, bij lange niet. Die zijn gewoon zo gedisciplineerd.
Hier, kunnen die van ons een punt aanzuigen, hè? Denk. Oh, nee. Eerste vitamine, hè? Hoe is het geweest, joh? Wel. Pascalke, een tournee-generaal. Hey! Maar dan hebben we het verdiend. Ja. Ja. Wij hebben ons gebezeerd, gasten. Ja, dat zal wel eens. We hebben nog nooit zo'n plezante training gehad, hè, joh. Ja, maar, hey, maar wat ik heb meegemaakt vandaag. Hallo, mannen, je moet eens luisteren, zeg. Tournee-generaal. Allee. Niet dan? Hé, signoras. Alles in orde. Sissi, je bent een goede gastvrouw, hè. Maar waar is meneer Boma? Hij is er gaan lopen, hij is een bang man. Nee, nee, nee. Hij zou iets moeten durven. Nee. Hij moet nog naar huis komen, hè. Ja, hier, ze proef dat eens. Oh, molto grazie, bella. Gracias. Signor Boma. Signor Boma, hoe komen we nu zitten? Hoe komen we nu zitten? Wij willen weten wat u, signor Boma, wat u hebben beslist. Signoren, alsjeblieft. We hebben u genoeg bedenkt afgegeven. Wat gaat u doen om de aard van onze zuster te redden? De aard? De eer. Signor Boma, u trouwen? Si. U no. Oh, dat zijn slechte papieren, hè, meneer Boma. Ja, je zou het niet anders kunnen, hè, mijn gedacht. Ik weet niet over wie dat ze het hebben. Oh, je houdt u niet van de nozelen, hè. Je hebt daar rond de aard. Kijk maar alsjeblieft, zeg. Signor Boma. Beleef blijven tegen de signora. Of hoe krijg je met me te doen? Ter zake nu. Kijk, signore, voor zo'n tika op de villa, dan moet je toch niet voor chicaneren. Zeg! Wilt u ons vergiftigen of zo? Ik heb het niet over een tika op de villa, ik heb het over alle rest. U was misschien poploren zat, maar dat is geen excuus, capis? Hoe zag ze dan uit? Oh, la bella Mariella. Zij is mooi, zacht, rond, ze heeft grote brede heupen voor vele kleine bambini. Oh, kleine boomakkes, dat ik dat nog mag meemaken. En hoe rapper, hoe trouwt? Hoe rapper, de kleine bambini? Oh ja, alleen, meneer Boma, waar wacht je nog op? Wel, goed, mannen, dan doen we het ineens zoals het moet, hè. Met een verlovingsfeest en al, hè. Hoe dat feest dat morgen. Si, met alles erop. En eraan. Si, si, ik krijg mezelf op kosten, maar... Ja, si, vele kosten, hè. Ah, vele kosten, vele kosten. Ja, een feestje, meer of minder voor mij. Oh, dat is gesproken. En op mij kunt altijd rekenen voor de service, hè. Si, maar uw mond houden tegen de andere, hè, technisch. Oh, dus. Een randa festa en oe zwaag, want oe hebben omerta. Omerta? Wie is dat? Zwaagplicht, of anders. Hoe betaalt alles? Een grande feest met pasta en mozzarella en vino. Cannelloni en ravioli. Minestrone en mascarpone. Toblerone. Dio sossissone. No sossissone. Of anders. No sossissone. Je zit hier al thuis. Ik had u nog lang niet verwacht. Als je honger hebt, er is pizza in de oven. Oh. Merci. Ik heb geen honger. Allee, waar gaan we dat schrijven? Scheelt er iets? Nou, van alles. Ik voel me niet goed. Ik voel me afgeschreven. Och, jij zotteke, afgeschreven. Zo oud zijt je toch niet? Of is dat je niet meer mee kunt? Ah ja, als je zo een ploeg atleten moet trainen, dan voelt je wat je zelf tekort komt, zeker, hè? Nee, dat is het niet. En die ploeg die kan mij gestolen worden. Dat zijn de kampioenen. En wat is er van de kampioenen? Oh, ik mis ze. Ik mis mijn vrienden. Van de sfeer van voor en na de match en op de training. Het kan soms plezant zijn. Allee. En anders altijd zo klagen omdat ze niet serieus kunnen zijn. Ik mis mijn ploegdoortje. Wow. Binnenkort is die stage gedaan en dan ben je weer terug bij de kampioenen. Oh, ze moeten mij niet meer. We zangen allemaal op de Stef. Jij denkt toch niet dat ze de Stef gaan vragen om nu trainers te worden van de kampioenen? Dat zal wel. Mag jij, zo'n goede trainer. Maar, en dan nog, hè? Dat is toch allemaal niet zo erg? Dan zet je eens wat meer thuis bij mij. Hè? Ook dan nog. Hm? Ja, Xavier! Ja! Nee, tegen die andere. Jongens, 6-0! Snoe! Jongens, jongens. Ja. Oh, Steve kan precies niet goed tegen zijn verlies, hè. Ah, ja, wat wilt jij, Paul? No. Hij is dat niet gewoon, hè? Ja. Ja, maar zijn trainingen hebben dan toch nog niet veel resultaat opgeleverd, hè? Ja, dat kan ook niet, hè, Paul. Die mens heeft zich nog niet kunnen bewijzen. Jongens, beweeg die zwaar.
Baptiste. Het was maar om te vragen hoe lang dat de spelletje nog gaat duren, want mijn duiven die willen niet vallen met lawaai. Hoe lang duurde de match vandaan? 2 keer 3 kwartier, oké? Okay? Jongens, niet op een hoop! Hoe dikwijls moet ik dat nu nog zeggen? Ja, ik ga op zo niet. Melk, naar voren. Naar voren! Kieken! Allee, hoort u nu eens bezig, zeg. Goh, ik noem Mark een kieken. Maar dat zegt toch iedereen, hè? Jongen, wat is het? Weet jij wat een tijdverlies mij gaat kosten als ik dat allemaal in rekening moet brengen? Ja, voor financiële zaken moeten we bij de voorzitter zijn. Mag ik nu godverdikke verder kijken, ja? Kijk, dat gaat toe! Jongens toch! Blinde mollen! Ja, maar, en noem ons maar een blinde mollen? Heeft hem geen gelijk misschien? Zelfs ik had gezien dat daar een gat was. Mannekes, geef toch die bas af! Kom, kom, ons ploeg heeft wat aanmoediging nodig, mannekes. Kom aan, kom aan! Mannekes! Kom niet op, kijk! Mannek! Jongen, hoe is dat nu mogelijk? Zo'n kans! Kun je alleen maar een poesje beesten, Mikkel, of wat? Kun je geen rappenpaar in de goal hangen? Zit nu eens bezig, zeg. Maar ik deed toch zijn best. Ja, maar toch niet goed genoeg, Eppel. Trouwens, jij zou toch ook vloeken als die ploeg was? Als mijn ploeg was, hè? Als... Hoe bedoelt jij, was? Hé, hey, nou. Vergeet eruit zuipen, dat zeg. Abiaas folie, hoor. Wat dan is er? Wat is er? Zo kloos op de kamerada, hier. De kamerada. Yes, yes, yes. Mini pizza, ik heb een nieuwe boom. Hey. Pak ze nu dat ze nog warm zijn. Ah, ik heb het toch op de pizza. Ah, ah, ah. Allee, ik zal er een pakken. Ah. Oh, 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 oh. Zo heet. Zo heet. Ah, wat krijg je nu? Ik moet dat doen, Carmen, ik moet dat doen. Buonasera a tutti. Buongiorno. Oh, is het daar? Buongiorno, buongiorno. Mamma Mariana. Allee, zit daar niet. Onze zuster is wel een welle knappe. Oh, wat knappe? Maar ik wil ze zien, hè, mafiaanse. Ik wil ze zien. Hoe kan ze kussen? Wat? Wat? La bella Mariana! Daar gaat een pak aan de ruzie! Hoes! 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 Nee, dat zijn jullie niet kunnen. Hoes! 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 Valt niet mee, hè, Stef? Zeg, verliezen. 8-0. Gewoon, oh, ze hebben hun best gedaan. Oh. Dat zeg je nu. Oh. Ja, dat straks was het wel wat anders, hè? Allee. Blinde ballen! Kieken! Ja, mannen, dat was als aanmoediging bedoeld, hè. Oh, wij hebben wel liever een andere aanmoediging. Ja. Welke? Pascalke, tournee-generaal. Allee, merci, Stefke. Je gaat hier nogal een rekening krijgen. Hoe? Ja, Stef, dat begint hier wel aardig op te lopen. Hè. Kunnen wij straks afrekenen? Ja, maar daar moet je voor bij de voorzitter zijn, hè? Ja, zolang die stage loopt, draait het bestuur op voor de kosten. Is dat echt? Ja, man, sorry, maar dan is het wel gemakkelijk, hè, om de sympathie te uitvangen. Ja. Zeg, Paul, wanneer mogen we nu terug met u trainen? Ja, terug met mij? Ja, maar het is nog veel plezanter met de Stef. Ja, jij dacht toch niet dat ik zou willen ruilen? Hey, geef mij maar een ploeg met inzet en discipline. En geef mij maar een ploeg met ambiance. Mannetjes, tournee-generaal. En op mijn kosten, ja. Je moet niet raar zien. Geef toe. Geef toe dat je ze genepen hebt. Je dacht dat je de laatste uur geslagen hebt. Ja, dat nu. Ik had dat direct gezien dat dat twee valse Italianen waren. Ik heb hem al een dobbel gedaan. Ah, ja? Is daarom dat je kostuum hebt vuil gemaakt? Burgemeester, is carnaval? Ja, ja, ja. Dat is weer niet beledigend, hè? Ja.